De gemeente Lochem heeft opdracht gegeven om onderzoek naar Joost vastgoed in de gemeente te doen. Dit is het laatste onderwerp, de waan van de dag waar we aan gaan beginnen. En dat onderzoek moet met name gedaan worden naar de rol van de gemeente zelf. Journalist Henry Bruntink is inmiddels aangeschoven, of hij schuift hier langzaam naast mij aan, voor de waan van de dag. En aan tafel komen ook Pieter Arts, die ons meer gaat vertellen over de Stolpersteinen, en Jaap Nijstad. Jaap, wat is jouw rol precies? Van harte welkom hier. Dank je wel. Wat is jouw rol precies in dit onderzoek? Toen de gemeente begon met deze plannen, hebben ze mij gevraagd of ik zitting wilde nemen in een klankbordgroep. En ze hebben mij gevraagd omdat ik een nazaat ben uit een oude Lochems Joodse familie. En op die manier verbonden ben met Lochem. Okay. Henry gaat jou daar dadelijk nog veel meer over vragen. Ja. En Pieter, kun je nog heel even vertellen voor de mensen die het niet weten, wat zijn ook alweer die Stolpersteinen? Stolpersteinen, een Duits. En al in maart van dit jaar hadden wij graag de eerste stenen die wij zelf hebben georganiseerd willen leggen. Er liggen al twee stenen in de Kastanjelaan, ja. Nummer 7. Die liggen al heel lang, initiatief die zijn voor jullie tijd, ja. Zal ik maar zeggen. Ja. Ja. En er is ook één steen nu door een particulier initiatief in Gorssel gelegd, voor een zekere Aaron Poerlak. Maar wij zijn begonnen met een aantal families en we hebben gezocht naar nabestaanden. We hebben gezocht naar linken met verhalen die er gaan over mensen in Lochem. En zo zijn we begonnen met twee adressen. En die hebben we nog steeds niet kunnen leggen. Want in maart was dat niet mogelijk met de corona. En we wilden het toen 30 oktober doen. En toen was ook net weer de zaak opgesloten. Dus dat zijn nu plannen voor het komende jaar? We hebben dat opgeschoven. We gaan dat in april, 22 april 2021 gaan we dat doen. Okay. En intussen zijn we van 7 stenen al naar 28 stenen gegaan. Slachtoffers over politieke slachtoffers, over mensen die in het verzet hebben gezeten. En een aantal van hen hebben het gewoon niet overleefd. En die zijn dus slachtoffer geworden van de Duitse bezetting. En wij willen graag dat die mensen weer een naam krijgen, dat die naam ook op die steen gegraveerd staat, waarop staat hoe oud ze zijn geweest, naar welk concentratiekamp ze zijn afgevoerd en wanneer ze zijn vermoord. Prachtig initiatief ook, Henry. Henry Bruntink, ja. Je bent er weer. Ja. Journalist. Ja. Jij hebt je verdiept in dit onderwerp. Ga je gang, de floor is yours. Ja, dankjewel. We komen straks wel eens terug, uitgebreid, hoop ik. Of de tijd ons gegund is, op de Stolpersteinen. Ja, mag ik met jou beginnen? Dat onderzoek van de gemeente Lochem, dat is een beetje gebaseerd op onderzoek wat KRO-NCRV onderzoeksplatform Pointer. De bronnen uit het Nationale Archief gekoppeld konden worden aan die van het kadaster. Ja. En dan heb je een nieuwe onderzoeksmethode waardoor er nieuw materiaal naar boven komt. En nogmaals, de specifieke panden en grondstukken en aantallen, ja, die gaan nu in kaart worden gebracht. Ja, op zich vind ik dat een geweldig initiatief. Ja. Nou ja, en het gaat de gemeente er dan vooral om te achterhalen wat de rol van de gemeente toen is geweest. Ja. Heb je enig idee, het is een beetje koffiedik kijken natuurlijk, maar heb je enig idee wat dat voor consequenties zou kunnen hebben aan het eind van de rit voor de gemeente? Nou kijk, de consequenties ga ik me niet echt over uitspreken, want dat is aan de gemeente en aan de raad om op basis van het onderzoek uitspraken te doen en beleid daarop los te laten. Ja. Wat ik belangrijk vind, is het initiatief om het in kaart te brengen. Mm-hmm. Want uiteindelijk beginnen we met geschiedenis. En die geschiedenis creëert, als het goed is, benul. Want zonder benul is er geen besef. Nee, duidelijk. Okay. Maar hoe vind je op zichzelf het onderzoek? Ik bedoel, het initiatief om onderzoek te doen naar dit soort dingen, is dat belangrijk? Je hoort wel eens van, dan kun je oude wonden misschien toch nog een beetje genezen. Ja, je kunt ze genezen en je kunt ze weer openmaken. Hè? Dat is de twee kanten aan zoiets. Maar ik vind het belangrijk dat het gebeurt. Ik maak dan denk ik toch, misschien is het wat goedkoop hoor, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Het is een beetje een soort cold case team. Snap ik. Ik ga even naar Pieter. Stuiten jullie in jullie onderzoek naar de Joodse bewoners van uit die tijd, stuiten jullie ook wel eens op gegevens van wat er met hun vastgoed is gebeurd?
Ja, en ik moet dan even een kleine inleiding geven. Het blijkt dat vanaf het moment dat wij nu met die stolpersteinen bezig zijn, dat heel veel inwoners daar op een hele positieve manier op hebben gereageerd, omdat ze vinden dat dit toch nog een hoofdstuk is wat meer had moeten worden belicht. Mm-hmm. Dat wat meer duidelijk moet worden wat er zoal gebeurd is in Lochem. Om van daaruit ook gewoon Lochem wat vrij te maken van die smet die er op die geschiedenis rust. Ja, daar wou ik nog zo nog een vraag over stellen. Misschien. Dat feit dat die inwoners allemaal zo reageren, dat bewijst dat wij dus in een behoefte voorzien. En nou blijkt dus dat door allerlei omstandigheden mensen weer getriggerd worden om mensen die nabestaanden zijn of die bevriend zijn geweest of wat dan ook, dat die weer in beeld komen. En dan blijkt dus dat er bij bepaalde panden waar mensen hebben gewoond, dat daar daarna allerlei merkwaardige transacties hebben plaatsgevonden, dat het pand zeg maar voor een luttel bedrag is verkocht aan een aantal opkopers, waarbij makelaars aan de orde zijn geweest, notarissen een rol hebben gespeeld. En wat daar precies zich heeft afgespeeld, dat is nou net denk ik het onderwerp waar ook dat onderzoek over zou moeten gaan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook al geconstateerd dat je dus op adressen stuit waar bijvoorbeeld een boer heeft gewoond in Almen. Een man met een Joodse achtergrond die zijn landbouwgrond moest afstaan. He, dat werd gewoon gedwongen, werd dat onteigend. Ja. Dat zijn dus allemaal zaken die boven water komen en die eigenlijk eens een keer wat nader moeten worden bestudeerd, omdat hier grote onrechtmatigheid aan de orde is geweest. En daar heeft direct of indirect ook de Lochemse overheid heeft daar een rol in gespeeld. Dus het trieste resultaat van de oorlog is, Lochem heeft een triest percentage gecollaboreerd heeft met de Duitsers, maar ook een heel triest percentage als je kijkt naar hoeveel mensen er terug zijn gekomen. En van de meeste Lochemse Joodse families is niemand teruggekomen. En dat is wat het zo droef maakt. Ja. Ja. Veel van die namen staan op plaketten bij de synagoge aan de Westerwaal. Dat rijtje is al heel indrukwekkend als je daarvoor staat. Ik begreep dat de synagoge ook in het bezit van de gemeente is geweest. Of dat begreep ik niet, dat weet ik zeker. Want ik ben daar zelfs, kan ik me herinneren, als kind was ik er binnen geweest. Dat was het één puinhoop en daar stond een heleboel opslag van de gemeente volgens mij. Ja. Dus dat is met weinig respect behandeld. Ja, het heeft een hele groezelige geschiedenis. Natuurlijk in de oorlog toen alles kapot is gemaakt erin. En na de oorlog dat leeg is komen te staan en de weinige Joodse mensen die terugkwamen moesten zien hoe hun gemeente niet hervat kon worden. Omdat je voor een Joodse eredienst 10 mannen nodig hebt die kerkelijk meerderjarig zijn. Dat noem je minje. Ja. En er waren geen 10 mannen teruggekomen die kerkelijk meerderjarig waren. Zo groot was de slag geweest. Ja. Dus de gemeente, de Joodse gemeente hield op te bestaan. En er is toen van alles en nog wat mee gebeurd. Er heeft, de opslag voor een antiquariaat heeft erin gezeten. En de toestand werd al slechter en slechter van het gebouw. En uiteindelijk heeft de gemeente het aangekocht. Ja. Ja. En ook weer afgestaan aan de stichting die nu het gebouw beheert en die zich ook bezighoudt met onderwijs aan alle Lochemse gemeente Lochem lagere scholen die daar les krijgen in samenwerking met Amnesty International. Ja. En die lessen krijgen over eigenlijk een soort handreiking van goh, hoe kan je je opstellen in een geval van dit soort dramatische toestanden. En ik geef daar zelf ook lessen. En het is indrukwekkend om te zien hoe kinderen daarop reageren. Ja. Kinderen met alle denkbare achtergronden uit de Marokkaanse gemeenschap, Turkse gemeenschap, Nederlandse gemeenschap, andere immigranten. En al die kinderen zijn heftig onder de indruk en nemen dat verhaal tot zich. En dat is één van de lessen die we mee kunnen geven. En bij zo'n les hoort ook dat die groezelige vastgoedstatus. Ja. Die kan ik op jouw zaak zetten. Dus als jij je zaak op papier aan mij verkoopt, dan krijg je niet te maken met die Duitse verwalters, die mensen die eigenlijk de boel inpikten. Ja. Maar dan is het in christelijke handen, in niet-Joodse handen. En we weten niet wat er gebeurt. Maar stel dat die Duitsers de oorlog verliezen en je komt weer terug in Lochem, dan is er in ieder geval nog een pand. Dus ik weet niet wat er. Mijn grootvader had misschien wel meer bezitting in Lochem, dat weet ik niet. Maar dit pand is in ieder geval behouden gebleven en heeft hij, toen hij uit de kampen terugkwam, de oorlog overleefd hebbende, het pand weer kunnen ontvangen. En de
De bevriende verwalter, de stelvertreter, moet je bijna zeggen, ja, op zijn Duits. Die assistent is vervolgens assistent geworden bij mijn grootvader en blijven wonen in Lochem. Prachtig verhaal, ja, met een vooruitziende blik. Ja, maar bij alle vreselijke dingen zitten er ook positieve verhalen in die geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Ook in Lochem. Ja, oké. Okay. Nog even de rol van die klankbordgroep. Kun je daar nog kort iets over zeggen? Nou, ik denk dat het letterlijk is wat het woord zegt. Dat de bevindingen van het onderzoek met ons gedeeld gaan worden. En dat we daar vervolgens onze ideeën aan toe kunnen voegen. Ja, oké. Okay. Daar ga ik van uit. En nogmaals, het is een zaak aan de gemeente. En wij kunnen alleen maar meedenken en luisteren en meegeven wat ons idee is. Ja, oké. Okay. Nog even voor de kijker. Het gaat in mei 2021 gaat het onderzoek beginnen. En het doel is om het eind van het jaar af te ronden. Dus dat wordt geen ellenlange exercitie. Oké, okay, we gaan nog even terug naar de Stolpersteinen. Noem nog even de website waar de mensen de informatie kunnen vinden en donateur kunnen worden. Stolpersteinenlochem.nl. Kijk, dat is de website en daar kun je alles lezen. Ja, fijn.